Yo, kijkers van Wes zeggen welkom bij een nieuwe tour door de Kingdom Zera. En ja, dit zal een van de laatste tours zijn. Nou, denk niet. Ik denk dat er nog sowieso wat updates komen van Silverport en van Kaer Morhen. Maar qua landscape zal dit wel de laatste tour zijn. Want, zoals jullie weten, we zijn nu in ongeveer Goldshire. Dat hebben die al best wel vaak kunnen zien. Maar er is nog wat nieuws bijgekomen en dat is een vrij groot gebied. Dat gebied gaat namelijk van Demis zijn, oftewel het gebied waar de watervilla staat. Dit is dan de luchtvilla. Hier woont Danny, maar er is er ook eentje voor natuurlijk water. En dat is in dit geval dus Demis. Ook zou Jordi er eentje krijgen, omdat hij een elementleider is van aarde. En ja, mijn troonzaal is eigenlijk al de villa van het vuur. Dus ja, nou, jullie kennen Goldshire. Goldshire is een dorpje wat voornamelijk gebaseerd is op het verbouwen van gewassen. Dus denk aan graan, wortels, vee, noem het allemaal maar op. En ja, dan hebben wij hier dus eigenlijk een heel groot farmfield. Ik ga even vliegen, we zijn nu officieel ook niet op de Kingdom server, nog steeds op de bouwserver trouwens. Voor de mensen die alles graag willen weten, dit wordt binnenkort allemaal geplaatst. Daarachter, daar zit de Wurmgilde. Maar dan gaan we zo naartoe. We gaan eerst even dit pad volgen. Want dit pad, dat leed vroeger naar waar de even kijken, waar de houthakkersgilde zat. Of in ieder geval waar de bomen werden gehakt. En ja, hier heb je dan een heel mooi riviertje. Wat zo bergopwaarts gaat. Je kan al ietsje zien daarachter. Oh, dat ziet er spannend uit. Ja, we gaan even kijken. Hier kom je dus eigenlijk bij een klein farmhuisje die nog niet is ingericht. Dat moet ik nog een keer gaan doen. Maar hier woont een beetje een boertje die achteraf zit. Een beetje met paarden bezig is. Want je hebt hier een soort van renpad waar je overheen kan lopen. Of een soort van paadje. Dat ziet er wel heel leuk uit. En ja, dat is eigenlijk dit gebied. Het is eigenlijk een kleine opvulling. Er zijn heel wat bomen geplaatst. Er is een farmfield bijgekomen. En ja, ik denk dat wij over het algemeen best wel wat farmfields hebben. 1, 2, 3 daarachter. 4 zit er nog eentje achter die huisjes. 5, 6. 6 farmfields maar liefst. Dus ja, dat is wat. Nou, dan gaan we even verder. Dan ga ik even een stukje vliegen. En dan zien jullie hier achter al een hele mooie berg. Achter de, of de, achter schijnt de zon, heel mooi. Maar hier zit dus eigenlijk de farmgild. En ik weet niet of jullie die al hebben gezien, maar we gaan hem nog eventjes gewoon doorkijken, omdat het kan. Hier staat het ook wel op de bordjes. De boerengilde, oftewel de farmgilde. Je komt hier binnen, dan heb je een hele lekkere, leuke tafel. Dan kan je hier opzij, dan heb je een kacheltje. En dan zit hier eigenlijk een soort van, armor ding wat een beetje gefaald is. Want blijkbaar zijn de armor stands door de slabs heen gezakt. Oeh, wat? Nou, hier kan je dan de, zeg maar de tuin in. Je ziet hier ook al wel dat er een kippenhok is. Ik vind hem best wel grappig eruit zien. Hier lopen eigenlijk alle dieren een beetje rond. Denk aan paarden, lama's. Deze staat trouwens al wel op de server. Alleen de bomen eromheen nog niet. Ja, hier beneden hebben zij een hele mooie opslag. Hier bewaren ze zeg maar alle spullen. Je kan het hier wel zien. Ze hebben hier allemaal furnaces, kisten, wat buttons op de vloer. Ja, het is een beetje een klein ding. Daarachter zitten farmers. En hier hebben ze hun kistenopslag. Dat ziet er heel leuk uit. Ja, en de farmgilde is denk ik het allereerste gildegebouw wat na de smederij gebouwd is. De smederij hebben we in de hoofdstad zitten. Maar ja, dit is er dus ook nog. En dan kan je hier nog naar boven. En dan zijn hier een paar pallets met spullen. Hier zit het alleen toegang voor de leider van de farmgilde. Dit is zeg maar zijn opslagruimte. En hier kan hij alles in kwijt. En dan hebben we hier nog een zolderkamertje waar alle hooibalen worden neergelegd om te drogen voor het volgende seizoen. Dat de winter heet eigenlijk. Ja, en dat is eigenlijk de boerengilde. Dan kunnen we ook dit pad gaan volgen. En als wij dit pad volgen, dan komen we uit bij de zagerij. En dit is eigenlijk ook de houthakkersgilde. Het is niet echt heel bijzonder. Ik kan het even omheen gaan vliegen. Het is eigenlijk een gebouwtje. En dat zit hier tegen de cliff aan. Die cliff vind ik echt heel cool, jongens. Laat even weten wat jullie van deze cliff vinden. Er stroomt allemaal water naar beneden. En dan heb je hier een waterrad. Het waterrad wordt eigenlijk gepowerd door het water wat hier invalt. En dan wordt het door die emmers dus hier omgekiepeld. Waardoor eigenlijk de zwaartekracht en de kracht van het water zorgt dat de zaag kan worden aangestuurd met draagkracht. Of in ieder geval G-kracht, dan weet ik veel hoe je dat noemt. Ik denk dat het gewoon een kracht is zoals Newton of zo, weet ik veel. Gewoon gewicht komt in die emmers, waardoor die zaag heen en weer kan worden gemaakt. En dan komen hier dus eigenlijk die houtzagen, die komen hier dan, of die houtzaag die zorgt ervoor dat die boomstronken hier doorheen gaan. En uiteindelijk, tadaa, komt hij in de rivier en vaart hij af.
naar Goldshire, waar ze het hout kunnen gaan gebruiken voor huizen, voor boten, noem het allemaal maar op. Dus dat is wel even leuk. Hier zie je het ook wel. Hier zie je een soort van boomstam die in een soort hier tegenaan staat, zeg maar. Hierboven zit een trechter. Hierboven wordt het hout gehakt, dat kan je ook zien. Hier zijn allemaal omgehakte bomen. Die gooien ze hier in de trechter, waardoor ze hier recht invallen en in het systeem kunnen worden geworpen. Dus dat is eigenlijk best wel leuk. Hier vallen ze dan om en komen ze op de baan terecht, waardoor ze eigenlijk dus, huppakee, even de knopjes omhalen. En tada, hij wordt omgezaagd. Dan hebben we hier een kleine opslag, of in ieder geval een sieropslag. Hebben we hier een eetzaal waar ze gewoon kunnen zitten, gezellig kunnen zitten, ja. En hun opslag zelf, dat best wel veel kisten bevat. Dus ja, er gaan vrij veel mensen straks flink veel hout hakken. Oh ja, en dan hebben we nog een klein kantoortje voor de leider. Dat is in dit geval Teersa. Dus die kan hier ook haar dingetje doen. Dat is wel heel erg leuk. En dan gaan we weer even naar buiten. Want dit is nog maar het begin, jongens. Dit is nog niet eens de Torn Land. We gaan straks de berg namelijk op. Dat zit hier. En alles wat op de bergen staat, staat bekend als de Torn Land. De Torn Land is zeg maar een gebied waar heel veel bloemen groeien. Oftewel rozen. Ik weet niet, ik zeg altijd roses. Maar ja, dat is eigenlijk gewoon een bloem die lekkere stekeltjes heeft. En vandaar dus de Thornlands opgroeien. En ja, wat je eigenlijk doet, je gaat hier dus de berg in. En dit is een beetje een passage waar hier dan boven de rangers kunnen zitten. En denken van, hey, er komt hier een soort van Jenava-patrouille opeens ons land op. Nou, we schieten ze hier in die canyon dood, want ze hebben eigenlijk maar twee kanten die ze op kunnen gaan. Dus je hoeft hier wat naar beneden te gooien, zeg maar. En het pad raakt geblokkeerd, waardoor ze geen kant meer op kunnen. Nou, hier komen we dus boven. En dan zien we hier alweer een kleine vestiging. Er staan hier twee huizen, plus de villa van water. Nou, dit was dus eigenlijk Demi's huis. Dit is een van de wat grotere villa's hier in Zera. Je kan dat ook zien aan de blauwe vlag dat staat voor het water en het blauwe glas. Ik vind dat best wel een leuke mysterieuze look hebben. Je komt hier binnen, heb je een keuken. Je hebt hier ook een lekker kacheltje. Ik denk dat het een beetje voor le chef is als hij hier naartoe gaat. En dan hebben we een eetzaal. Hebben we nog twee hangkamers waar dan een beetje de wachters zitten van Demi. Die hem gaan beschermen. Want ja, Demi is misschien wel een goede vechter. Maar hij kan altijd wel wat guards gebruiken. Dan heeft hij hier zijn study room. Zijn bed ligt hier, dus dan kan hij met zijn mooie vrouwtje gaan slapen als hij die krijgt. En zijn armory, dus hij kan hier flink wat opslaan. Hij kan eventueel nog een kelder laten maken, maar dan moeten we even later naar kijken. Dan gaan wij verder met het pad. Want het pad, de Thornlands zijn op zich nog heel veel natuur. En dat is omdat het nog een vrij nieuw stuk is. Want misschien dat we straks nog een stuk land kunnen claimen van Empire. Dat weten we nog niet zeker, want ja, Empire is natuurlijk heel sterk. Dan wordt het een beetje een centrale punt en dan kan hier nog wel eens een wat groter dorp gaan ontstaan. Maar op dit moment weten we nog niet wat we ermee gaan doen. Dus we laten het nog een beetje gewoon puur natuur. Dan komen we hier bij een klein duelarenaatje. We willen natuurlijk nog een grotere maken. Maar op dit moment kan dat niet echt, want we hebben daar niet echt de ruimte voor. We zijn nog zeg maar een beetje aan het wachten erop. Hier, kijk, hier zit allemaal gear in van de PvP-toernooi wat we laatst hebben gehad. Oh, ik moet even alles goed repareren. Oh, een hele inventory zit vol. Kijk, dit is zeg maar een klein arenaatje. Hier kunnen dus zeg maar kleine duelletjes plaatsvinden. Terwijl er heel veel toeschouwers hier aan de zijkant staan. Die kunnen hier dan kijken. Jullie hebben dit al kunnen zien in de stream. Maar eigenlijk zit het gewoon heel dom achter het huis van Demi. Dus hier zullen we kleine PvP gevechtjes houden. En dan straks als er echt grotere toernooien zullen komen. Ja, dan kunnen ze lekker naar de nieuwe arena. Die, waar nog wel een plek voor komt. Maar die laten we nog even geheim. Nou ja, eigenlijk wat ook de bedoeling was van Thornland is dat wij de wegen tussen Silverport en Goldshire kunnen gaan aanleggen. En dan kan je eigenlijk een rondje door heel Zera heen lopen. Je kan door de Thornland, langs Dawnguard en dan kom je er wel. En dan zie je hier een klein soort van raar dingetje. Ik weet niet wat het is. Weten jullie wat het is? Ik kijk even naar boven. Dit lijkt toch verdacht op een... Ik weet het niet. Jongens, dat laat ik aan jullie over. Misschien dat jullie het straks wel gaan weten. Maar goed, dan gaan we hier het pad af. En dan zie je hier de achterkant van Dawnguard. Dawnguard is namelijk ook best wel groot. En ligt centraal in de map. Dus eigenlijk alle wegen leiden naar Dawnguard. Maar ja, er zit hier natuurlijk geen poort in. Maar je komt wel aan de achterkant van de stad. En dat is gewoon verdedigbaar. Zoals je ziet, daar gewoon schutten schaten. Hartstikke sterk. En ja, dan kom je hier. En dan zitten wij weer uit de Thornland. Dit was zeg maar het gebied wat op de berg lag. Dat is dus de Thornland. Maar dan zien jullie ook nog wat in de verte. En in de verte, ja, wat zit daar? Dat lijkt wel een soort van ruïne, of niet? Het klopt.
Want dit is een van de oude Empire Buildings. Empire heeft natuurlijk hier gezeten. En die had natuurlijk ook hun voedsel nodig. Het voedsel wat Empire zelf niet echt makkelijk kon verkrijgen, gingen ze dus eigenlijk in Zera, wat voor ons heen dus eigenlijk Empire was, gingen ze dat hier vandaan halen. Dit is eigenlijk de Farmlands of Empire. Dat is een vrij groot stuk. Er zit een stevig fort in, maar naarmate Empire steeds minder actief werd in Zera, hebben ze dit gebied verlaten en is het eigenlijk in ruïne vervallen. En ja, dat is best wel leuk. Je ziet overal doodskoppen. Je ziet hier, zeg maar... de interior moet nog een beetje worden gedaan. Maar zoals jullie nu kunnen zien, dan moet ik even F1. It's Eretix, een nieuwe invite van Zera. Ook wel een bouwer. Die is hiermee bezig geweest. Hij heeft het heel erg leuk in elkaar gezet. Maar we moeten nog even kijken wat het volledige resultaat gaat worden. Maar dat zien jullie binnenkort misschien wel in een aflevering. Want hier gaan nog wel wat mysterieuze dingen omvatten. En... dan is hier, dan moet ik even de blaadjes weghalen, want hij heeft wel iets te veel blaadjes geplakt. Dan is dit de weg naar Empire toe. Want Empire die had natuurlijk ook zijn eigen infrastructuur. En ja, dus wie weet waar dit pad naartoe gaat, hè? Jongens, dat willen jullie wel weten, hè? Want er zijn een heleboel mysteries nog van Empire, waaronder dit gebouw. Want er is nog niet echt veel van bekend hoe het in ere was. Maar ja... dat kunnen jullie dan wel een keertje zien. Trouwens, hier gaan we dus, als je dit pad volgt, dan kom je dus weer in Kargav. Dat is zeg maar het gebied van Yori. Daarachter zie je dus de paardenrenbaan en daar zie je alweer Silverport. Dus het is vrij dicht bij elkaar allemaal. Maar ja, dit is eigenlijk de Foreign Land. Hopelijk vonden jullie het leuk. Abonneer natuurlijk voor meer van de toeren op WatchJagger. En laat natuurlijk even in de comments weten wat jij van deze natuur en van natuurlijk de Empire Building vindt. Ja, dit is een soort van oude keep, lijkt het me nog steeds. En hier, daar vliegt hij wel hoor. It's Eretix. Hallo. Hij zwaait niet terug volgens mij. Nee, hij zwaait niet terug. En de Thornland waar ik keihard mee bezig ben geweest. Dus hopelijk vonden jullie het leuk. Abonneer natuurlijk op WatchJagger. En laat even die like achter. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer op WatchJagger met The Kingdom Zera. Ciao, ciao.